Goedemorgen iedereen, het is vandaag zaterdag 9 december denk ik. Dus ja, welkom bij een nieuwe Vlogmas. Ik denk dat Tara misschien al eerder de intro heeft gedaan, want het is inmiddels alweer 10:50 in de middag. Omdat het weekend is ben ik meestal ietsje langzamer. En daarna moet ik weer ontzettend haasten, want zoals je kan zien zit ik inmiddels alweer in de auto. Want ik had verteld dat we een dagje naar Maastricht gaan. Nou, Maastricht is voor ons echt 2 uur rijden. Maar op zich is dat niet heel erg erg, want we hebben ook een overnachting erbij. Het is vandaag, of op dit moment, een beetje aan het... een beetje nat, sneeuwerig, regenen al de hele tijd. Dus dat is niet echt per se het beste weer om op een kerstmarkt te gaan lopen. Maar we hebben in de avond, of eigenlijk in de nacht, ook nog een festival waar we naartoe moeten gaan. Dus ja, ik ben de komende paar uur nog wel op. Dat is eigenlijk de reden waarom we dus naar Maastricht gaan. Gewoon voor de leuk. En omdat mijn vriend er ook naartoe moet voor zijn werk. Ik bedacht me net wel dat ik ben vergeten om de adventkalender te openen. Dus dat is iets wat ik morgen moet gaan doen. Dus dan kan ik er gelijk 2 gaan openen. Ik zie mijn vriend echt vanaf het tankstation naar me kijken van wat ben je aan het doen. Oh ja, en ik heb dus mijn tasje vandaag mee. Maar ik heb toch weer even dat nieuwe hengsel eraan gedaan. Want ik heb echt een dikke trui aan, een dikke jas. En ik kreeg gewoon dat kortere hengsel bijna niet over me heen. Dan zat hij half in mijn oksel. Dus toch weer even het kortere of het langere hengsel met die leuke franjes eraan. En verder gewoon een zwarte skinny jeans en mijn Vans. Vrij simpele outfit, maar hopelijk houdt het me lekker warm. Voor een plaspauze. En ik heb ook deze even gehaald. KitKat Chunky. Nom nom nom. En ik denk dat we al best wel ver zijn. Ongeveer nog een half uurtje. Gok ik. En dan zijn we er. Gaat eigenlijk wel vlot. Het is inmiddels helemaal droog geworden. We hebben zelfs het zonnetje gezien. Dus ik hoop dat hij straks weer tevoorschijn komt. Ik heb net even zonder jas buiten gelopen. En het was echt onwijs koud. Hallo allemaal. Nou, deze vlog die zal Larissa waarschijnlijk al lang hebben geopend. En misschien heeft ze zelfs al gevlogd dat ze in de auto zit naar Maastricht. En ik daarentegen ben echt totaal nog niet klaar voor deze dag. Het is op dit moment 4:50. En ik zit nog steeds in mijn badje. Dus ik heb nog steeds niet gedoucht en dat soort dingen. Maar ik heb wel eventjes gezeten aan de vlog. Dus vandaar. En ik heb ook uitgeslapen. Dus vandaar. Maar ik vind de video van afgelopen vrijdag echt super gezellig geworden trouwens. Dus die hebben jullie dus vandaag of zaterdag kunnen zien. Of misschien moet je hem nog kijken. Klik dan even op de link in onze bio en in het i'tje. Als je hem hebt gemist. Ik vind hem echt... Oh yes! Hij is op dit moment is die volledig geëxporteerd. Dus dat betekent dat ik hem kan gaan uploaden. En daar wacht ik eventjes op. Dus dat ga ik nu doen. Zodat jullie hem straks kunnen kijken. Dus hij is wel wat later online gekomen dan normaal. Maar ja, ik denk, weet je, de vlogmas die gaan niet heel steady op eenzelfde tijdstip online. Omdat het gewoon niet altijd lukt. Dus ik ga dat eventjes afmaken, me helemaal inplannen, gewoon even online gooien. En dan ga ik me daarna wel aankleden en dan zie ik jullie zo weer. We zijn aangekomen in het hotel. Dus ik ga jullie zo meteen natuurlijk eventjes een kamertour geven. Dit is alvast het uitzicht. Nou, prachtig Maastricht. Ik heb niet echt een idee waar we zijn, maar volgens mijn vriend zitten we volgens mij aan de verkeerde kant van de Maas. Maar we zitten wel aan de goede kant van waar we vanavond moeten zijn. En dit is de kamer. Best wel ruim eigenlijk. 2 zitjes. Het bed. Bureau, tv'tje. Hier zit denk ik een koelkast in. De kast. Best wel ruim. En hier ook nog eentje met een spiegel. En dit is de badkamer. Ook lekker ruim. En er is zelfs een bad. Ik zat nog te denken om een Lush bruisbal mee te nemen. Maar ik heb dat uiteindelijk toch niet gedaan, want ik wist dat ik er gewoon geen tijd voor zou hebben. Oh, er is ook nog een aparte douche. Hé, dat is echt super nice trouwens. Ik vind het altijd prettiger om in zoiets te douchen dan in een bad, zeg maar. Nou, dit ziet er echt wel heel mooi uit. Nou, nadat we echt super lang in de villa hebben moeten staan voor een parkeerplaats, zijn we er eindelijk hoor. Maastricht. Het is echt super lang geleden voor mij, dus ik voel me ook best wel eigenlijk een toerist. En volgens mijn vriend moesten we eventjes naar de bekende brug lopen.
Hier is die dan. Ik heb geen idee welke brug het is en waarom deze heel speciaal is. Dus ben jij wel een Maastricht-kenner en kom je uit Maastricht? Let me know wat ik nu voor bijzonders aan het kijken ben. Maar het ziet er wel heel erg cool uit. Yay, we zijn er. Kijk zo mooi al die lampjes. Oh, ik ben aan het inzoomen. Oepsie. Kijk, zo leuk. Allemaal lampjes en zelfs een reuzenrad. Dus ik wil eigenlijk iets lekkers halen op de markt. Iets wat typisch Christmas is. Of gewoon iets warms en chocola eigenlijk. Mmm. Churros of oliebollen? Oh, wat een gezelligheid, Therese. Ray wil je niet op de camera. Zo, ik heb inmiddels kleding aangetrokken. Ik ben nog steeds niet opgemaakt, maar ik weet ook niet zeker of ik de deur uit ga en of ik het nodig vind om te doen vandaag. En ik heb eventjes opgeruimd, want ik moest natuurlijk een grote afwas doen. En ik heb een wasje gedaan. Dat was ook heel erg nodig. En ik zal nog even laten zien wat ik voor cadeautjes heb gekregen gisteren met loodjes trekken. Want mijn loodje is getrokken door Rosalinde. Ik zal even laten zien wat ze dus allemaal heeft gekocht. In ieder geval heb ik hier 3 gezichtsmaskertjes. Dat is echt heel erg lekker. Eentje met, even kijken, shea butter en avocado olie. Oh, dit is een sheet mask. Ik had niet verwacht dat Kruis dat had. Avocado en capuchu butter. Nog nooit gehoord. En nog eentje met cocoa butter en almond oil. Dus super lekker. En dan heb ik hier ook nog van Rituals een douche foam van Ritual of Hammam. Ik vind het echt een super lekkere geur. Ik heb zeg maar een hele kleine badkamer. Het is echt praktisch, een douchecabine en een wastafel. En als ik dan deze gebruik, dan voelt het net alsof mijn hele badkamer een spa is. Want de hele badkamer ruikt dan naar die geur. En ik vind die echt heel erg lekker. Heb ik ook nog deze super schattige lipbalm in de vorm van een uiltje. Hij is echt heel erg leuk. En zo, daar zit het dan in. En ik moest hier heel erg om lachen, want ik begreep het gewoon echt niet. Ik kreeg nog een chalk marker. En dit is dus een krijtstift van de HEMA voor op een krijtbord. En ik maakte hem open en ik reageerde er ook niet echt op. Want ik dacht, oh, oké, weet je wel, gezellig. Leuk, een stift. En dan is het daar, maar dit wilde je toch heel specifiek. Je had toch op je lijstje heel specifiek chalk marker van HEMA neergezet. Dus ik zo, nee. We hadden zeg maar via loodjestrekken.nl dat je een lijstje kan invullen. En dan zie je altijd het lijstje en dan heb je ook suggesties wat ze misschien leuk kan vinden. En kennelijk stond dit in de suggesties. En deze volgens mij uiteindelijk ook, want ik had volgens mij een andere douche gel gevraagd. Maar het maakt me niet uit, want alles wat ik heb gekregen vind ik echt super leuk. Maar ik heb natuurlijk in mijn keuken wel zo'n zwart vlak zitten. Waar ik dus nu veel beter op kan schrijven met zo'n marker. Want je kan er wel heel mooi mee schrijven en je kan het dus weer verwijderen. Hoe dan ook, super bedankt Roos. Ik vind het echt heel erg leuk. Je gedichtje was heel erg leuk en de cadeautjes vind ik ook allemaal heel erg leuk. Nou, ik ga toch een klein beetje make-up op mijn gezicht doen, want ik ga straks eventjes naar de Albert Heijn en ik heb geen zin om er dan als een spook rond te lopen. En een vriendinnetje van mij die is toevallig in de buurt op dit moment en we hebben afgesproken om eventjes samen te eten, omdat we anders allebei alleen moeten eten, want mijn vriend die eet met een vriend van hem nu. Dus dat lijkt me wel heel erg gezellig en ik denk dat ik iets van risotto wil gaan maken, want daar hou ik weer van. Liefst truffel risotto met asperges misschien wel, moet even kijken wat ze allemaal hebben liggen. Daar heb ik heel erg zin in en ik vind het ook wel heel erg gezellig. Dus ik denk dat we gewoon hier gaan eten, maar als ze zin heeft om naar haar huis te gaan, kunnen we ook naar haar huis gaan. Dat kijken we zo wel eventjes, maar ik vind het wel heel erg gezellig. Alleen eten is ook weer zo wat. En ik wilde er eigenlijk vandaag ook al opzoeken. Maar omdat ze zeg maar in een kerstpakje in een winkelcentrum stond. Maar omdat ik bezig was met vlogmas uploaden en dergelijke, wilde ik er even bij blijven. Toen ging ik het allemaal uiteindelijk niet meer redden. Maar goed, ik zie het dus gelukkig straks nog. Dus dat vind ik wel heel gezellig. En ik heb het gisteren natuurlijk ook gezien. Dus het is niet alsof ik er heel lang niet heb gezien. Maar ja, ik ga me eventjes verder opmaken en dan zie ik jullie zo weer. Ik sta nu in Hudson's Bay en heb je allemaal 50% en 30% korting op Rebecca Minkoff tasjes. Ze hebben echt heel veel, moet je kijken. Hier, dit allemaal. Hier nog meer. En ook deze bekende Minimax.
Dit zijn hele fijne tasjes. Deze vind ik ook echt super schattig. Oh, ik wil alles. Zo, ik kom net terug van de Albert Heijn. En ik heb echt veel meer gekocht dan dat ik wilde. En dat zul je altijd zien, want je raakt een beetje in de verleiding in die winkel. Maar ik zal eventjes laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Ik heb gehaald een brownie mix, want morgen vieren we een kerstafternoon high tea bij mijn ouders. Nou, mijn moeder wilde graag dat we wat gingen maken. En spijt me, het is dus niet from scratch, maar dit is ook gewoon hartstikke lekker. En ik wil ook een keertje boterkoek maken, want ik heb dus zo'n vorm. En het lijkt me gewoon best wel ja, leuk om een keertje te doen. Verder risotto, asperges, avocado, duo panotti, tonijn, boter, margarine en deze kaas. Ik vind het echt super lekkere kaas. Die moet je zeg maar op zo'n molentje doen, zoals je hier op de foto ziet. En die heb ik een keertje van Serena gekregen voor kerst. Dat ik dacht, misschien kan ik die ook meenemen morgen naar de afternoon tea. En dan moet je zeg maar zo ronddraaien met zo'n mesje. En dan krijg je allemaal van die roosjes kaas. En het is hele lekkere kaas. Dus dat heb ik allemaal gehaald. Ik ga het even opruimen en heel even de verwarming wat lager zetten. Want het is echt super heet thuis. Nou, kijk eens wie er is. Het is Jennifer. Alweer. En we zijn op dit moment eventjes risotto aan het maken. Met truffel erin. En ik heb ook nog asperges gehaald. Nice. Sorry, afgeleid. Met mijn glitters. Oh, ja, laat eens zien. Even kijken. Ik heb glitter highlight, maar ik weet niet of je het ziet. Oké, is met je wang naar het licht toe? Oh ja, iets terug. Oh ja, ik zie het wel. Ik heb bomen verkocht. Dat je niet denkt, waarom is er glitter highlight? Oh, je hebt bomen verkocht. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Ja, nee, ook niet. Kerstbomen heb ik weggegeven trouwens, als kerstmeisje. Dus vandaar dat ik glitter highlight op heb. En mag ik de foto van jou als kerstmeisje in de video plaatsen? Oh, ja, dat mag. Ja. Oké, zo zag jij eruit vandaag. Super nice. Zo, dus dit is risotto in de making. Nog heel veel wachten en dan kunnen we eten. Zo, de risotto is inmiddels bijna klaar. We hebben er nog wat truffelolie overheen gegooid. En we hebben hier groene asperges die we er ook nog bij gaan eten. Hallo, hallo. Even kijken, waar ben ik voor het laatst gebleven? Uiteindelijk merkte ik namelijk dat ik niet zo heel veel heb kunnen vloggen in de stad als ik eigenlijk had gewild. En ik weet niet zeker hoe dat komt. Misschien door de kou of dat ik gewoon niet heel veel dingetjes zag die ik zeg maar wilde vloggen. Maar het was wel heel erg leuk om in Maastricht te zijn. Ik ben er nu nog steeds trouwens. En om naar de kerstmarkt te gaan. Daarna zijn we nog eventjes lekker sushi gaan eten. En dat was heel erg lekker. En nu zijn we weer terug in de hotelkamer. Ik weet niet goed hoe laat het nu is. Rond 9:10, denk ik. En ik moet nog wachten tot een uur of 2, 3, volgens mij. Voordat we hier weer weggaan. Voor het feest. Het is een festival en ik vergeet constant de naam ervan. Hoe heet het festival ook alweer? Het heet Essential. En er komen allemaal verschillende DJ's. Maar we zagen op de line-up dat ook Ronnie Flex en Boef komen. Dus ik heb iets van, oké, een heel aparte line-up. Maar goed, we hebben wat snacks gekocht. Ik heb even mijn foundation eraf gehaald trouwens. Mocht je opvallen dat het niet helemaal egaal is. Maar het zat er echt niet meer mooi op. Dus ik dacht, ik haal het eraf. Ik heb me weer even goed ingesmeerd met deze crème. En dan ga ik gewoon later vanavond weer opnieuw de foundation erop kwakken. En dan hopelijk zit het een beetje goed. Maar mijn huid is echt extreem droog. Ja, het valt nu heel erg mee. Ook omdat volgens mij... Oh nee, nu zit die filter niet op. Nou ja, ik ga niet te veel inzoomen, want zo geweldig ziet het er niet uit. Ik ga nu eventjes lekker chillen. Misschien heb ik straks nog beelden voor jullie, misschien niet. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Zo, het eten was echt super lekker. En mijn vriend en een vriend van hem, die waren er ook net bij. Dus dat was super gezellig. Het is nu alweer wat later en iedereen is naar huis gegaan. En ik denk dat ik zelf ook niet meer de deur uit ga. Ik zit nu nog heel eventjes televisie te kijken. En ook een beetje lekkere dingetjes te eten, toastjes en zo. Silly is er ook. Hey, wat een timing. Alsof je het wist, hè? Ja. Wil je een snoepje? Lekker. Zo, ik ben nog even iets vergeten om te doen. En dat is de adventkalender openen op vakje nummer 9. Dus dat ga ik nu al eventjes doen. Ik ben toch wel heel erg benieuwd wat erin zit. Dit is de shampoo die hoort bij de conditioner die we al hadden geopend. En dit is de 5 Essential Oils Shampoo. En ik ben hier best wel benieuwd naar. Ruikt wel heel erg lekker.
Dus daar ben ik echt super blij mee. En wat er in die van Essence zat, dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien bij Larissa. Nou, ik ga denk ik niet heel veel meer doen deze zaterdag. Misschien een beetje saai, maar ja, ik heb gewoon niet zoveel te doen. Dus ik ga lekker slapen zo. Ik ben ook best wel een beetje moe. En ik hoop dat jullie het gezellig vonden om weer mee te kijken. Geef deze video in ieder geval een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende video. Doei!